Welkom op Financiële Vrijheid TV. Vandaag hebben we afspraak met Vivian Halmans. En Vivian is ongeneeslijk ziek verklaard, maar toch heeft ze besloten dat ondernemen in haar bloed zit. Nou, Vivian, welkom en dankjewel voor je komst. Nou, hartstikke leuk. Nou, graag gedaan, hè? Ja. Mijn eerste vraag aan jou. Wat eigenlijk, dat is mijn eerste vraag, maar ook van de mensen die naar ons keken. Wie ben jij en wat doe jij? Nou, ik ben Vivian Halmans. Ik ben 47 jaar. En nou, ik heb een vriend Erik en twee zonen, Lars en Niels, waar ik heel gelukkig mee ben. En ik werk als geluksregisseur. Ik denk dat in een notendop wel even is wie ik ben. Ja. Ja, en je hebt een heel mooi accent, dus je komt vanuit het zuiden. Ja, helemaal uit Zuid-Limburg. Nou, mooi. Ja. Toen je jong was, je was jong en je dacht van, oh ja, ik wil dat worden. Wat wil je worden? Nou, ik wilde heel graag bezigheidstherapeut worden. En ik kan me nog herinneren dat ik naar de open dag ging daarvan. Mijn moeder die zat achter me. En ze begonnen daar te vertellen wat het dan inhield, bezigheidstherapeuten. En toen tikte mijn moeder me zo op mijn schouder en zegt ze, kind, je kan nog geen stuk recht breien. Ga jij bezigheidstherapeuten worden? Dus die droom die was eigenlijk heel snel weg. Ja. En toen ben ik tandartsassistente geworden. Want een tante van mij die was tandartsassistente. En ja, uiteindelijk leek me dat wel wat. En dat heb ik ook met heel veel plezier heb ik dat jarenlang gedaan. Ja, je hebt ook een studie voor gedaan. Ja, daar heb ik een studie voor gedaan, ja. Oké. Okay. Ja. En, maar je zegt, je hebt het met veel plezier gedaan, ja. Maar waarom doe je het niet meer? Nou, op een gegeven moment was ik zwanger van mijn oudste. En bij de bevalling is iets misgegaan, waardoor dat mijn bekken altijd chronisch ontstoken is. En als je tandartsassistente bent, dan zit je altijd scheef. Hè? Die tandarts die zit recht achter de patiënt, maar zelf hang je er altijd een beetje omheen. Dus op een gegeven moment had ik zoveel pijn, toen ging dat niet meer, moest ik daarmee stoppen. Ja. Oh. Dus, en dan? Ja, en dan, inderdaad. Nou, ik was nogal creatief. Dus ik ben op een gegeven moment thuis creatieve workshops gaan geven aan huis. En dat vond ik ook heerlijk om te doen. Dat was ook heel erg leuk. Alleen dat ging meteen zo snel en zo groeide zo hard. Dat ik weer heel veel last van mijn bekken kreeg. Want ja, dat, daar sta je ook weer over de mensen heen en zo. Dus dat, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En toen ben ik de opleiding tot schoonheidsspecialist gaan volgen. Want dan stond ik en zat ik een keer recht achter die stoel. Ja, ja. En kon ik toch mensen blij maken en gelukkig maken. En, en zo mijn werk doen. Dus je wilde nog steeds heel raar blijven werken en iets doen? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Je kon je niet voorstellen van ik doe niks. Nee, ik werkte toen wel in het begin van 3 dagen, omdat ik twee jongens heb. En daar moet ook voor gezorgd worden. En ik wilde ook wel echt een moeder zijn. Maar ja, ik moest ook wel in dat werkende leven blijven zitten. Ja, absoluut. Ja. Ja. En waarom schoonheidsspecialist? Want je was vroeger tandartsassistent en opeens schoonheidsspecialist. Nou, ik weet nog dat ik met de buurvrouw, dat was een goede vriendin van me, aan het wandelen was. En ik moest iets verzinnen, want ik wilde wel iets gaan doen. En toen zei ze, ja, jij bent altijd verzorgd en is dat niks voor je? En daar ben ik eigenlijk over gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk past het wel. Het is bij de tandarts begeleid je ook de mensen eigenlijk naar de stoel. Dan ben je met angsten bezig. En nou ja, als schoonheidsspecialist heb je ook een halve psychologenrol. Hè? Want op het moment dat je mensen aanraakt aan het gezicht, dan worden er endorfines, hormonen aangemaakt, waardoor mensen veel makkelijker gaan praten. Ja, en, ja. Ja, dat gebeurde dus inderdaad ook. En dat deed je dus 3 dagen per week, zei je? Ja, precies. Als onderneemster? Ja, dat was heel klein begonnen, want het was dan aan huis had ik een salon. En daarna ben ik gescheiden, een aantal jaren daarna. En toen moest ik opnieuw beginnen natuurlijk. Ik kwam in een ander dorp te wonen. Alleen had ik toen de pech dat ik na 2 maanden na de scheiding een flinke hernia kreeg. En dat bleken er 3 te zijn. Dus ik ben vanaf november tot januari van dat jaar ben ik helemaal plat gekomen. Plat in bed, niet meer omhoog. Toen geopereerd. Ja, en dan moet je echt weer helemaal vanaf de grond af beginnen. Dus toen deed ik wel nog steeds in mijn salonnetje werken. Maar daarnaast had ik nog een baan in een kledingwinkel en bij een andere schoonheidssalon. Om wel genoeg geld binnen te halen natuurlijk. Om mijn kinderen te kunnen verzorgen en mezelf. Ja. Ja.
En hoe is dan eigenlijk de omslag geweest dat je op een gegeven moment toch iets anders bent gaan doen? Want je bent nu coach, ja. Gelukscoach. Nou, er is nog een stukje tussen daarna gekomen eigenlijk. Ik had toen een salonnetje aan huis, maar dat liep natuurlijk niet zo heel goed, want het is maar een tuinhuisje waar je dan je behandelingen doet. En toen kwam een vertegenwoordiger naar me toe en die zei, Vief, er is een salon voor jou te koop, die moet je gaan bekijken, dat is echt jouw ding. En ik weet niet, ik dacht van, ja, waarvan? Ik heb geen eigen geld en dat gaat niet lukken. En hij bleef daarop duwen van, nou ga gewoon eens kijken, dat kost je niks. Nou, en ik kwam in die salon en het waren 4 kamers en het was gewoon een droom. Ja. En ik had meteen, kreeg ik dat gevoel van, dit moet gaan lukken. Wat er ook gebeurt, dit moet gaan lukken. En ik weet nog dat ik naar de accountant ging en die zei tegen me van, ja... Nou, ik geef je heel weinig kans bij de bank, maar ja, kom maar, ik ga wel met je mee. En toen kwam diegene van de bank daar alles regelde, die kwam op een gegeven moment op mijn werkvlak terecht. En toen kon ik hem dus echt onder de tafel praten. Ja. En kon ik hem vertellen waarom ik expert was in die schoonheidssalon. En dat lukte. Dus ik had echt een geweldig leven toen. Ik had een druk bezochte salon, 2 medewerkers in dienst en ik draaide zelf 50, 60 uur natuurlijk. Daarnaast had ik om de week de zorg voor de kinderen, daar zorgde ik voor. Ik had sociaal een druk leven en ik was geen bezige bij, maar ik was er 5. Een heel nest. Ja, en daar is het dus ook misgegaan. Want ik was daar net een aantal jaren bezig en ik had wel vaker hoofdpijn. Maar op een gegeven moment werd die hoofdpijn steeds erger. Maar dan, ik negeerde dat. Want ja, je hebt een zaak en dat moet allemaal draaien en alles moet blijven lopen. Dus je gaat gewoon door. En tot ik op een gegeven moment in de wachtkamer stond. En ik kreeg zo'n hoofdpijn en ik werd zo misselijk en zo niet lekker. Ik denk, wat is dit? En toen ben ik naar huis gereden en nog net op bed terechtgekomen. En toen voelde het alsof ik echt een klap met de hamer kreeg. En ik zag niks meer en ik had ontzettende pijn aan deze kant in mijn hoofd. En ik heb toen nog net op dat moment een vriendin kunnen bellen. Die stond bovenaan in het lijstje. En die heeft me naar het ziekenhuis gebracht. En ja, op een gegeven moment kwam er dus uit dat ik een lichte hersenbloeding had gehad. En ik dacht, oké, geen restverschijnselen. Na 2 weken, ik was wel geschrokken, maar na 2 weken dacht ik, nou, het gaat eigenlijk wel weer. Dus we gaan gewoon weer vol die bak in en we doen gewoon wat we altijd aan het eten. Ja, precies. Want ze hadden me in het ziekenhuis gezegd van, er is niet echt meer kans als iemand anders dat je het nog een keer krijgt. Oh, ja. Het is gewoon een zwakke plek in een fietsband. Zoiets moest je je voorstellen en dat was kapot gegaan. Hmm. Dus ja, ik dacht, laat me gaan. En 2 weken heb ik dat volgehouden. En toen keek ik in de spiegel. En toen zag ik dat mijn gezicht scheef stond. En mijn oog traande en mijn neus zat dicht. En in een keer? Ik denk, wat is dit? Ja, maar toen had ik wel hoofdpijn, maar ik voelde verder niet echt iets raars. Maar ik moest weer werken, dus ik ging meteen weer door. En ik keek een uur later keek ik opnieuw in de spiegel. Ja, toen was het weg. Ik denk, nou ja, dat zal dan wel verbeelding zijn geweest of wat dan ook. Maar dat was dus de aanzet van de eerste clusterhoofdpijn die ik heb gekregen. En dat ging eigenlijk heel erg snel. Want ik had eerst 1 clusteraanval. Ik weet niet of je weet wat clusterhoofdpijn is. Nee. Nou, de naam is heel slecht gekozen, vind ik zelf. Want het is geen gewone hoofdpijn. Maar er gaat iets mis in je hersenen, waardoor je het gevoel hebt alsof er een schroevendraaier in je oog wordt gestoken. Oh, dus ontzettende, vreselijke pijn doet dat. En dat duurt 1,5 uur zonder minder te worden. Dus dan gaat inderdaad je oog gaat tranen, je neus gaat lopen en je hebt zo'n pijn dat je met niks anders bezig kan zijn dan alleen maar tegen die pijn vechten. Dus ik kreeg zo'n aanval. En na de neuroloog natuurlijk, daar liep ik toch onder behandeling. Ja. Dan was het mijn geluk dat hij expert was op het gebied van clusterhoofdpijn. En hij heeft me meteen onder behandeling genomen en is meteen beginnen met allerlei medicijnen beginnen te zoeken naar iets wat zou helpen. Maar dat lukte eigenlijk niet. En binnen een aantal weken had ik niet 1 keer in de week clusterhoofdpijn, maar had ik 7 aanvallen per dag. 7 aanvallen van 1,5 uur, elke 24 uur opnieuw. En dan stortte alles in. Dan heb je niks meer. Want ik kan niet meer werken. Ik kon helemaal niet meer nadenken. Want ik had 13 verschillende medicijnen. Dus daar werd je ook nog hartstikke door elkaar van, zeg maar. En
ja, uiteindelijk moest die zaak verkocht worden, want ik kon niet meer daar werken. Ik kon niet meer nadenken. Ik kon op een gegeven moment 1 en 1 letterlijk niet meer optellen. Ik wist niet meer wat dat antwoord daarop was. En ik had geen inkomsten meer. Dus ja, die zaak die moest hals over kop verkocht worden, want er was geen zicht op verbetering. Later heeft die neuroloog ook gezegd van, en we hebben zo vastgepakt en gezegd, Vivian, je bent ongeneeslijk ziek, stop met vechten. Hè? Het is nu alleen nog maar overleven en we kunnen niks voor je doen. We hebben niks meer wat je zou kunnen helpen. Zo. Dus ja, dat heeft mijn leven eigenlijk heel erg naar beneden gegooid. Dat was van en geen zaak meer en ik kon niet meer naar buiten, want ik wist niet precies wanneer zo'n aanval kwam. Ja. En dan, ja, dan vocht ik echt heel hard tegen mijn eigen lijf. Dat was alles aan de kant en zorgen dat ik mezelf niet beschadig. En ja, en schuld. Want uiteindelijk, die zaak die moest verkocht, iemand wist ervan. Ja. Dus die moest vrij goedkoop de deur uit en geen inkomsten meer. En als je dat 3-4 maanden hebt, want alles wat ik verdiende stopte ik weer terug in de zaak. Ja, ja. Ja, dan heb je niks meer. Dus toen was het, ja, het diepste punt was bereikt, laat ik het zo zeggen. En dit was deel 1 met Vivian Hallemans. Volgende keer meer. Dus abonneer je op onze kanaal, zodat je alle afleveringen kunt zien.